Yo mensen, mijn naam is Jonko en welkom bij een nieuwe video. Vandaag laat ik mijn net nieuw binnengekomen Nintendo 3DS spellen zien. De eerste, Kirby Planet Robobot. En dit is trouwens mijn 2DS en daar kunnen de spelletjes ook in. Die moeten er hierin zo. Er zitten ook twee boekjes bij. Naar de volgende. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Hier zitten ook weer wat boekjes bij. En de volgende is Super Smash Bros. 3DS. Zo ziet de clipje eruit. Hij is voor 12 jaar en ouder, maar dat boeit me niet. Er zitten ook weer wat boekjes bij. Het is eigenlijk gewoon dezelfde boekjes elke keer. De volgende is The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Is voor 7 jaar en ouder. Dit is het kaartje. Er zitten ook weer dezelfde boekjes bij. De volgende is de Hyrule Warriors Legends. Dat is ook vanaf 12 jaar en ouder. Hierdoor zitten eigenlijk dezelfde boekjes bij. En een boekje van Hyrule Warriors voor de Wii U. En verder zijn het dezelfde boekjes. De volgende is Mario Party Island Tour. Die zit trouwens in de Nintendo Select serie. Hierdoor zitten ook weer dezelfde boekjes bij. Super Mario Maker voor de 3DS. En hierdoor zitten ook boekjes bij. Een boekje over Pokémon Sun and Moon en Yo-Kai Watch. En de handleiding van de DS. En verder gewoon weer hetzelfde. Dit waren mijn 2DS spellen. Nou heb ik ook nog een 1DS spel. Spyro. Voor de DS. En dan zijn dit de hoesjes. En dan kunnen hier ook de clipjes in, spelletjes. En ik ben er eigenlijk heel erg blij mee. Want dit is dan mijn DS, ik zal hem even aanzetten. Dan zou ik een spelletje in doen. Dit is Hyrule Warriors Legends. Dit is een heel leuk spel, vind ik zelf. Ik heb hem niet eerder gespeeld. Ik hoop dat het echt leuk is. Dit spel is ook uit de Nintendo Select serie. En deze ook. Dus dat waren mijn spelletjes die ik heb gekregen. Dank voor het kijken. Geef vooral een blauw duimpje omhoog. Doei!